Ja, ik zit nu op de bank met Najib en we zijn nu live dus. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een speciale vlog uitzenden, want ik doe mee met een televisieprogramma. Ik mag nog niet zeggen met welke, maar ik laat jullie alvast een hint zien. Ik ben hier en ik heb deze spullen mee. Dus jullie moeten straks maar raden wat we gaan doen. En ik ga ook een beetje backstage vloggen, dus hopelijk wordt het een hele leuke vlog en een hele leuke uitzending. Doei! Ik ga nu repeteren met Damien, maar eerst ga ik alles klaarzetten. Ballen. En wat is jouw naam ook weer? Esther. Patricia. Hallo. Je krijgt een klein beetje broedertje op dan. Huh? En die maken een vlog. Veel maar eigenlijk. Ja. Ja, gaat het goed? Doe je het al lang? Ja. Ah. En wat vlog je zo al dan? Ik ben hier aan het eten. Met alle andere kinderen. Hallo. Hoi. Bij deze Little Big Sound bereikt alles in het leven van voetbal. Op haar YouTube kanaal, op het veld bij SC Buitenveldert, in het jongensteam 1 hoofdklasse en voor de tv lekker samen met papa naar de voetbalkunsten van bijvoorbeeld Messi kijken. Haar bijnaam is niet voor niets Essie Messi. Haar bijnaam. We hebben het namelijk over een voetbalmeisje. Hier is Esra! Esra! Zo. Jij dacht, ik raak die bal kwijt, dus ik doe er een touwtje aan. Ja. Welkom Esra. Je speelt bij de jongens. Waarom speel je bij de jongens? Omdat ik mocht kiezen tussen de jongens en de meisjes en ik wou tussen de jongens, want ik wou een uitdaging aan, dus ik vond het leuk om tussen de jongens te gaan. En die meiden, die denken, dan gaat ze bij de jongens, of niet? Ja? Nou, sommigen wel, sommigen niet. Oké, en kunnen ze ook goed voetballen of jij zit op een bepaald niveau namelijk? Ja, ze kunnen wel goed voetballen. Maar jij bent? Beter. Heel goed. Ik zat ook op voetbal, D8, heel laag is dat, dus ik ben niet zo heel goed. Als jij zo'n jongen voorbij speelt, ja. Wat gebeurt er dan? In het begin denken ze dat meisje kan niks, maar dat speelt heel voorbij en dan denken ze van wow. Want er is één meisje in het hele team? Ja. En je hebt een YouTube kanaal? Ja. En wat doe je daar precies? Moet ik het laten zien? Ja, laat maar even zien. Je gaat nu naar huis om het te halen? En pakken. Oh, het ligt hier. Oh, kijk. Ja. Ah, je doet aan vloggen? Ja. Oh, cool.
Moet ik het worden? Ja, ik heb hem net gevlogd. Zet hem aan. Hé, hey, dit zijn wij. Ja, ik zit nu op de bank met Najib en we zijn nu live, dus... Wil je wat zeggen? Ja, tegen? Tegen de camera. Ja, tuurlijk. Hallo. Camera. Dus dit is vlogger? Ja. That's it? Ja. Oké. Okay. Hallo. Ik zit met Esther op de bank en wil jij wat zeggen? Heb ik al gedaan. Oké. Okay. En dit is het hele vloggebeuren. Waar iedereen zo enorm... Maar jij vlogt natuurlijk niet alleen zo, maar je vlogt ook met bekende voetballers. Ja. Ja, ik zag spelers van nu, maar ik zag ook levende legendes. Simon Tahamata. Ja. Die ken je ook gewoon. Ja. Tegen wie zou jij nog een keertje willen battelen? Tegen jou. Tegen mij? Ja. Are you sure? Ja. Weet je het zeker? Ja. Dan gaan we daar nu werk van maken. Oké. Okay. Dames en heren, we gaan battelen. Yes! Dit heb jij bedacht? Ja. Oké. Okay. Ziet er heel simpel uit. Leg maar uit en dan... Ik ga het voordoen. Jij gaat het voordoen, tuurlijk. Oké. Okay. Eerst begin je bij deze pion. Ik begin daar met die pion. Doe je 5 keer dit trucje. Dribbel je hier naartoe. Ja. Doe je binnen, buiten, binnen, buiten. Draai je 5 keer je pion aan. Pak je dit balletje rechts. Rijd naar de witte pion. Ja. Doe je 5 keer dit. Ja. En 5 keer de buitenkant. Tuurlijk. Dan rij je weer terug. Dan leg je de bal terug, ja. Ga je in de loopladder zo. Ga je weer terugrennen. Ja. Pak je de bal. Hou je de bal vier keer hoog. Oké. Dan ga je hier. Oh, ja. Ga je hier 5 keer opdrukken. Sorry, wacht. We gaan wat? 5 keer opdrukken. Oké. Dan spring je er vanaf, dan ga je door de pionnen zo op je voeten zorgen. Ja, zo hakken. Ja. Ja. En ben je klaar, dan schiet je in het koor en is je tijd gestuurd. Oké. 3, 2, 1. Zit je me nou uit te lachen? Jij bent te lachen. Schiet! 3, 4, 5. Tim, een beetje aan die mevrouw die had... Nu moet je daar... Ja, ik weet het. Met de bal. Met de bal, tuurlijk. En dan buiten binnen. Ja. Buiten, binnen, buiten, binnen. Oké, okay, dan sla ik het over. Ja, ik doe deze kant. 1. Ja, je moet daar. Ik ben misselijk. 2. Nee, die moet hier naartoe. Ja. En nu? Nog een keer draaien. Ja, dan pak je het balletje. Tuurlijk. Naar de witte pion. Eén. Twee. Je moet binnen. Ja, zo is goed. Ja, dankjewel. Het duurt te lang. Nee, achteruit. En of koppen met de bal. Ja. 4 keer hoog houden of koppen of schieten in handen. Dan ren je daarna. Huh? Je bent nog bezig. Jij kan bezig nog. Opdrukken. 5 keer. Thank you.
snel bijna klaar voor? Ja. En 3, 2, 1. Ja. Dat valt wel. Ja, goed. Ik denk er een klap bij je, hè? Tijd was 2 minuten 58. Ja, dus geen wereldrecord, maar ik heb al een behoorlijke record ergens. Eskende tijd is 1 minuut en 8 seconden. Ik ben net klaar, ik vond het superleuk. En ik weet niet of jullie het al zagen of zo, maar ik heb dus gewonnen met wel heel veel seconden verschil. En ik vond het zelf superleuk. Dus hopelijk vonden jullie het ook leuk. Ik laat nu de chillruimte zien. De tafel met allemaal snoep en drankjes. TV waar we live dingen zien. Vuurwerk. Dit ontstijgt elk kinderniveau. Roos. Nog een tv voor te gamen. Een lekkere bank. Tafel. Zitzakken. En een lekker snoep. En ik heb net een lekker chocomaatje. Ik heb me net omgekleed, als jullie al zien, met mijn Liana-kleding. En ik heb een medaille gekregen dat ik deel heb genomen van Little Big Star. En ik heb een roze. En er zijn nog 2 kinderen die samen iets doen. Dat zijn stuntskaters. En nadat is het programma klaar. Dus dan zit de dag er alweer op. Dus het was heel leuk en misschien zie ik jullie straks nog wel. Doei! Het is al middags al 10:30, het is al afgelopen. Ik vond het zelf super leuk en mijn eigen act vond ik ook heel leuk. En als jullie deze video leuk vonden, vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen en natuurlijk te abonneren. Doei!